Hallo, ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd, omdat ik een klein beetje bang ben van de mensen en hun reacties. En vandaag breng ik daar verandering in. Hij heeft precies 2 Monopoly-hotels gekocht. Dat zal ik ook doen. Hallo. Hallo. Ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Ja, ik heb het al gezien. Allee, ik weet het al. We ah, je staan weet het al, dat ik hier ben? Ik ken je gezicht al. Echt? Ja. Oei, jij woont hier? Ik woon hier, ja. Samen met mijn ouders, maar die zijn nu niet thuis. Aha. Ze en zullen vrij blij zijn. Echt? Of niet? Nee. Oei, zijn ze kwaad? Nee, dat gaan ze niet zijn, maar... En ze weten het als ze op de website staan? Ik heb het hun getoond. Ah ja, oké. Okay. En wat zeiden ze ervan? Ja, ze vindt nog altijd een mooi huis. Het is een klein kasteeltje eigenlijk. Ja, toen we meteen denken aan van die rode hotelletjes uit Monopoly. Ja, hè? Dat is wel waar. Het heeft die vorm en het heeft wel iets, vind ik. Ik zie het als een mini kasteeltje. Jij vond een kasteeltje? Ja, zo'n kleintje. Met 2 torentjes. Ja. Speel je graag Monopoly? Nee. Nee, ik ook niet, ik verlies altijd. Maar je hebt een boomje verstopt ook op het binnenpleintje. Een binnenpleintje met een boompje, en ja. Komt er nog een hangbrug misschien ook? Nee. Dus als je ooit een prinses vindt, of heb je al een prinses gewonnen? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nog altijd op zoek. Heeft uw vader het zelf gekozen? Zelf getekend? Half zelf getekend, samen architect, denk ik. En weet je eigenlijk waarom dat je vader het op die manier heeft getekend? Of wat het idee erachter is zo? Je dat hebt zo die 2 ruimtes. Dat zou je eigenlijk aan hem moeten vragen. Het is een bepaalde Duitse stijl, denk ik. Maar een Duitse stijl? Ik weet er ook niet veel van. Ja. Ik vind het wel nog iets hebben. Je vindt het iets hebben, ja. Je woont hier graag. Ja, dat is zeker. Dat is het belangrijkste. Toen had je dat gezien, had je geschrokken? Toen hij op de website stond? Ik vond het zelf grappig. Ik zat op de scouts toen en ze hebben dat daar getoond. Niet dat je zei van, waarom zet je dat nu op de website? Nee, dat niet. Ik vond het zelf heel grappig. Mijn pa ietsje minder, maar... Ja, oei. Hij was niet akkoord. Hij was niet echt akkoord, nee. Oei. En denk je dat ik er weer zou moeten afhalen van hem, van de website? Van mij mocht het er nog even laten openstaan. Ja? Ja. Dit zit nog even op de foto te gaan met mij. Dat is goed. Ja? Ja. We kunnen die dan doorsturen naar je vader. Kijk een keer wat er hier is. Super. Merci. Ja. Ik ben blij dat jij ermee kunt lachen. Ja, zeker.